vlog. Het is zaterdag. We zitten in de auto samen met Elvira en Bente en Mark. Die zitten eten. En voor ons rijdt Lianne op de quad. Die is al onderweg ook naar de paardjes en wij dus ook. We hebben weer lesjes vandaag. En we hebben een hele mooie nieuwe bak. Gisteravond hebben we hem in het donker afgemaakt. Die is ook in het donker nog geschoven. Dus we hebben eigenlijk niet gezien hoe het eindresultaat geworden is. Ik ben heel benieuwd hoe het er nu uitziet. Maar ik denk echt super mooi. En we gaan dus ook vandaag voor het eerst rijden in de bak. En de paarden gaan voor het eerst los in de bak. Dus allemaal leuk en spannend. En vanmiddag hebben we ook nog een tour te rijden. Nou, die paarden voor het eerst in de bak hoor. Mooi wit zand. Kijk die blaze gaan joh. Maar ze vinden het wel spannend. Sofietje. Een blaze. Zomaar ligt al te rollen in het nieuwe zand. Zo, de paarden zijn weer een beetje rustiger geworden. En wij zijn inmiddels aan het uitmesten en aan het poetsen. En ik ga even weer naar achter lopen. Daar staat Blondie, die is al gepoetst. En ik ga even vegen weer. Mark is aan het scheppen. Elvira is met water bezig. Dus we gaan lekker weer. Zo, alle stallen zijn weer uitgemest. Eventjes de bak van deze kant. Ziet er wel mooi uit, hè? Paarden zijn al gewend aan het schrikdraad. Sommige van de paarden kenden het nog niet, het schrikdraad. Maar ze hebben er allemaal een keertje tegenaan gezeten. En er was geen grote paniek, dus dat gaat goed. Nou, de eerste les in de nieuwe bak. Kijk, ze gaan. Ik ga even de emmers goed in de hoeken zetten. Dat ze goed strak door de hoeken gaan. Anders hebben we gelijk een hoefslag die niet meer klopt. Ziet er wel mooi uit zo. Wel groter is deze bak ook dan de vorige oude bak. En dit is de volgende les. Of tenminste de les daarna alweer, want de vorige les had ik niet gefilmd. Maar dit is Puk op Maribel. En Bent op Sophia. En Anne op Blaze. Inmiddels zijn we alweer een beetje laat. En ik ga maar eens even bij de les kijken hoe het gaat. Want volgens mij gaat het best wel goed. Volgens mij zit Karen voor het eerst op Blaze. Zelf de nieuwe bak nog niet eens geprobeerd. Dus ik ga eventjes een rondje op Blaze rijden. Die is nu klaar met de les eigenlijk. Maar ik wil het eventjes proberen in de les. In de bak bedoel ik. In de mooie witte bak. Maar kijk hoe mooi wit zand. Oh, mooi wit. Nou, dat was leuk eventjes op Blaze. Die is nu inmiddels is Karen die aan het wassen. En dan rijden Lisbeth op Maribel. Of Lisbeth op Poco daar. En Louisa op Maribel. Ik ga de lezen op. Louise kan dat zo lekker kletsen. Lianne is even stenen aan het rapen die toch nog in de bak zitten. Zo, nog even hooi voeren. Lianne en Elvira doen dat. En dan zijn we klaar voor deze ochtend. Dus ik ga even Mark ook halen. En dan gaan we lekker naar huis toe. Want dan gaan we even pauze houden. En vanmiddag hebben we dus weer een tour met 6 mensen. Maar dat is een familie en dan doen we dan wel gesplitst. Dus dan doen we 3 om 3. Dus 3 rijden naar het strand toe. Gaan ze allemaal zwemmen en dan de andere 3 rijden terug. Dus dat gaan we vanmiddag doen en we zijn bijna klaar. En we zitten weer in de auto onderweg naar huis. Lekker stil. Mark zit helemaal vieze grapjes te maken. Nee, doet hij anders nooit. Oh, elke zaterdag sowieso. Altijd, hè? Ja, elke zaterdag hoor. Komt er ook hier. Ja. Nee. 2:10, we zijn dus al een beetje laat, want we moeten om 2:30 de mensen ophalen van het hotel. Maar Mark gaat mij eerst even naar stal brengen, zodat ik de paarden vast kan ophalen. Ik ben nog aan het denken eigenlijk wie ik meeneem. Ik denk Poco, Tango, Maribel en Tigretto of zoiets. Zoiets zal het wel worden. Maar ik ga het jullie laten zien. Eerst even wat paarden in de bak gezet. Sombra, Maribel en Sueño. En nu ga ik opzadelen. Ik neem dus Maribel niet mee, maar ik neem Blondie mee daar in plaats van. Nou, alle paarden zijn opgezadeld. Tigretto, ik moet alleen zijn hoofd staan nog. Die heb ik eventjes daar gehangen. En Tango staat klaar. Blondie staat klaar. En Poco staat klaar. En ik ga nu eventjes nog het bezem pakken. Eventjes vegen hier, want het is een beetje een troepje. Nou, de gasten zitten erop. Allemaal meisjes. En nu ga ik ook opstappen. Ik ga op Tango. Ja.
we wel een beetje ver zijn dat we zo snel naar huis kunnen. Ik was dus inderdaad klaar met alles ongeveer alleen nog voeren. En natuurlijk nog even de paarden wassen en afzadelen. En ik heb deze opgezadeld. En ik ga nu eventjes Blondie nog afzadelen achter mij. En dan moet ik ze allemaal even wassen en dan voer klaarmaken. En dan ben ik ook klaar. Oh, alle paardjes hebben eten. Mark is inmiddels ook weer terug en die gaat eventjes Vlekje eten geven. Oeh, lekker hoor. Vlekje ook eten, zo. En dan zijn we klaar hier op stal voor vandaag. Dus we gaan en dan gaan we nog eventjes lekker boodschappen doen. Nou, het is zaterdag, dus we mogen een biertje. Proost, schatje. Proost. Zo, we zitten weer in de auto. We hebben eventjes lekker boodschapjes gedaan en we gaan nu onderweg naar huis. Ik ga vanavond lekker pastaatje eten met een beetje pesto en een beetje kaas. Dus ik ben weer blij. En bij deze ga ik dan de vlog voor vandaag afsluiten. Dus ik hoop dat je weer leuk vond om te zien. Het was een druk dagje zo, alles bij elkaar. Maar geef even een duimpje omhoog als je dat leuk vond om te zien. En vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan zie ik je weer in de volgende video.